Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Yes, man. Meneer Durga, hoe gaat het met u? Ik doe. Ja? Nou ja, je had me vanochtend... Ik doe wat in een moment, want het kan gaan snel. Ja, ik bel me voor komen, want ik ben hier wel uitzending en bepaalde dingen daarin, zeg maar, daar stoorde u zich aan. Dus ik denk, ik ga u nou... Het onderwerp is nu ter zake, dus dan mim ik op podium. Wat stoort u aan die uitzending? Nee, precies wat ik gezegd heb. Kijk, wanneer je informatie geeft aan de samenleving, of het nou hier is of over zee, dan moet het correcte informatie zijn. En wat ik daar begrepen heb, volgens mij, dus als ik dat programma zo gevolgd heb, dan is men niet bewust van wat er zich heeft afgespeeld hier in Suriname en wat er zich afgespeeld. Want iedereen praat over een fit. En fit is nu geheim, San. Dus waarover het eigenlijk gaat, gaat niet om die fit, maar het gaat om die PSA. Anderen noemen het PSC. Dat is gewoon productie-verdelingsovereenkomst. Ja, men noemt het PSC, Producer Share Agreement, en anderen zeggen een contract. Daarover gaat het. Ja. En nu heb ik jouw programma gisteren gevolgd. Ten eerste vanmorgen is dat dit op YouTube. Dat plotseling is stand vast. Ik dacht, hè, ze praten daarover. Laat ik even gaan luisteren. En af en toe mee Arkie. Dus ik hoorde het een en ander. Ik dacht, laat ik het gewoon volgen. En dat is een leuke discussie. En op een gegeven moment hoorde ik van, PSA is in 2015 getekend. Correct, dat is in 2015 getekend. En in feite is de informatie al bekend. Dus het kwam erop neer van, waarom zeuren die mensen? Wat willen ze weten? Wat zei je? Onder andere ik. Men vindt dat ik zeur. Ja, precies. Daar kwam het op neer. Dus ik had zoiets van, Marie... Zeg maar wat je wil weten. Want ik hoorde op een gegeven moment zeggen van ja, ze had tekenen in 2015. En ze had helemaal wasabi, want het lag in een lade 10 jaar lang. Het enige wat er gedaan is, Total heeft aangegeven. Oké, we gaan nu echt over tot productie. That's it. Maar PSA, niks aan de hand. Er is wel wat aan de hand, want wat hij niet snapt. Misschien weet hij het niet hoor. Wat hij niet snapt, wat de samenleving hier in Suriname wil weten, is er zijn aanpassingen gepleegd in die overeenkomst van 2015. En wij willen weten, wat zijn die aanpassingen? En dat zegt men niet, want ik hoorde duidelijk dat hij zei van, er zijn overeenkomst getekend in 2015. Zonder te vermelden dat er aanpassingen zijn gepleegd. En die aanpassingen zijn gepleegd ergens in de afgelopen 4 jaar zijn er aanpassingen gepleegd. Dat na hier, Sani. En waarover het gaat nu, is men wil weten of er nog DNA-leden zijn, instanties en andere politieke partijen, die willen weten wat zijn de aanpassingen. Daarover gaat het. Maar men geeft het niet duidelijk aan. Terwijl de mij denkt dat ja, het gaat om die PSA, het is al getekend en dit en dat. Kijk, die vorige PSA, wat getekend was, dus die originele PSA, was bekend bij de samenleving. Het is openbaar gemaakt toen. Men heeft toen aangegeven 6,25% royalty dat Suriname zou krijgen. Ik dacht 36% belasting in. En al die andere dingen waren vermeld. RVC was ook op de hoogte. Er waren mensen ook al op de hoogte gezet van mijn DNA-leden, commissies, RVM en noem maar op. Het gaat om nu. Wat staat er nu in dat ding? Kijk, laat ik een voorbeeld geven, Ray. Mm-hmm. Wanneer je bijvoorbeeld een huis geeft aan een huizenverhuurder, een beheerder. En hij zegt aan die beheerder van, luister, hier heb je een contract. Teken een contract naar een potentiële huurder. Maar teken een contract naar een potentiële huurder, een beheerder, maar naar jou zo. Maar teken een contract naar een beheerder. Ja, maar later hoor je... Nu die AA huurder ook wat bijna, of zodat je hier, er zijn aanpassingen gepleegd in die originele contract. Wat je hebt afgesproken met de beheerder ook al. Wat ga je dan doen? Nee, wat zelfs naar die aanpassingen toch? En daarover gaat het. Maar even, het gaat om die aanpassingen. Juist, ja. Daar wil ik even op inzoomen. Aanpassingen, wanneer en hoe bent u op de hoogte dat er aanpassingen gemaakt zijn of gedaan zijn? Omdat vorige week maandag, en dat is het hoor, je moet gewoon programma's volgen. Vorige week maandag, ik dacht 6
was het 7 oktober. Ik ga no naar YouTube gaan, nu, voordat dit programma wordt uitgezonden. Dit interview, voordat die zender uit. Ga naar YouTube, dan ga je kijken naar de talk van, ik dacht op Apinti, een programma op Apinti. En daar heeft de president bijna aan het einde, 5 minuten, de laatste 5 minuten, in Arki. Daar werd er een vraag gesteld van, ja, maar waarom houden jullie fit geheim? Toen zei van, ja, fit, eigenlijk zijn er bepaalde dingen afgebroken, bla, 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 bla. En toen zei de interviewer van, ik begreep niet van waarom men wil weten van wat er in fit staat, niet in fit, in feite PSA. Omdat Ama interviewer het uit, ja, president, dat ding is toch in 2015 al getekend. Toen zei de president, ja, het is in 2015 al getekend, dus tijdens de vorige regering. En tijdens de president, terwijl hij mij vertelde, heeft hij gezegd van, er zijn weliswaar aanpassingen gepleegd. En op dat moment heeft de interviewer verzuimd om de president te vragen van, wacht even, aanpassingen, wat zijn die aanpassingen? Dat allemaal voor zich, want direct daarna dat programma beëindigt. En daarover gaat het. Ik zeg dat niet. De president heeft zelf gezegd van er zijn aanpassingen gepleegd. Dat dan was Abisana, die aanpassingen, dat is het. En president had in een tijdsbestek dat dan en dan zijn er aanpassingen gepleegd. Maar hij gaf aan van er zijn in de afgelopen 4 jaar ergens... Nee, ik heb 4 jaar gezegd, maar in begin berekend. Yeah. Olifini in 2020. Mm-hmm. En je onthoudt dat op 6 januari 2020 is het bekendgemaakt, omdat dat direct toevallig bij verjaardag. En daarna, dus ergens in datzelfde jaar 2020, of weet ik veel, en vanaf daar op dat moment, dan kan de misschien tot 1 oktober of weet ik veel, zijn er verschillende aanpassingen gepleegd in de Arca-president Boom. Daarover gaat het. Ja, dus ze zijn in onderhandeling. Dus de aanpassingen gepleegd in deze periode, die zie. Ja, dus ze zijn in onderhandeling gegaan, nadat daar Olifini, dat de man go in onderhandeling, de map ligt, want dat heeft de president gezegd. Ja, Amataki dus wat heeft gezegd. In Arca Sandemsi duidelijk aan met de SJ aanpassingen gepleegd. Nu willen we weten, wat zijn de aanpassingen? Daarover gaat het, dat is het probleem, wat zich afspeelt hier. En terecht toch, als iemand stelt van ja, dat contract is in 2015 getekend. Het ligt te stoffen daar ergens in een kantoortje. Iedereen weet ervan. Maar als er aanpassingen zijn gepleegd, dan is het terecht toch dat het parlement vraagt van, hé, wat zijn die aanpassingen? Wat zijn de voorwaarden? Precies. Is er een verzekering voor calamiteiten? Hoe zit dat ding precies? Precies. En als Sansa de man beweert, Amansa, hoe heet die, maar wat kan dat ik of zo is? Ja. Hij zei van, 10 jaar lang Amadina laden stofbedien, dat is niet waar, want dat is het toch. En weet je dat stofbedien dat was? Nee, dus kennelijk, laat me het zo voorzichtig mogelijk zeggen, kennelijk was hij ook niet op de hoogte dat er aanpassingen zijn gepleegd. Maar ik kan gewoon Arki. Ik kan Mango Arkazan, dan is hij maar waarschijnlijk overtuigd. Want hij was zo overtuigd dat er niks aan de hand is in 2015 als Amiki die afspraken zijn gemaakt. Maar het gaat om, wat zijn die aanpassingen? En in Ibibgona, dat kijk bij ons buurland, heeft dezelfde situatie zich afgespeeld, waarbij naderhand aanpassingen zijn gepleegd en afvolgens na 2 maanden geleden of weet ik veel, kwamen ze erachter dat ze contract dusdanig hadden aangepast dat oliemaatschappij ExxonMobil niet verantwoordelijk is van olielekkage aan de van milieuram zou vinden plaats dat, want er is sprake geweest van olielekkage daar. En nu pas is het volk erachter gekomen van hier en al, de oliemaatschappij is daar niet verantwoordelijk, want er is aanpassing gepleegd in de tijd. En dan volgt nog wissabi-schrijf. Dus die mensen moeten individueel een rechtszaak aanspannen tegen ExxonMobil. Fayo Winland, zo'n zaak tegen ExxonMobil. Dus wat is er allemaal geregeld in zo'n PSA? Ja, want ik weet, de vorige regering was heel erg transparant over die overeenkomst. Maar nu weer eerder van, het is geheim. En dan ga je denken van, er klopt iets niet. Ik kan me voorstellen dat soms kan het zijn dat iemand hoort bepaalde zaken, want iedereen onderhandelen, want die man die onderhandelen met Petronas nodig voor Maleisië.
Isabi. Maar vooral Petronas heeft een paar maanden geleden ook aangegeven van we willen wel daar investeren, maar de royalties, ze moeten er wel wat aan gaan doen, et cetera, et cetera. Dus nu rijst de vraag ook van, hey, hebben ze gesleuteld aan die royalties? Gaan we minder royalties krijgen? Gaan we misschien een contract maken van een hoeveelheid olie, terwijl ze misschien het dubbele mogen pompen? We weten allemaal niet wat er zich heeft afgespeeld en wat er is afgesproken. Ik zou je eigenlijk willen verwezen naar twee programma's van mij. Ik heb al bijna 520 programma's. Elke week ben ik in de uitzending met mijn programma Door de Bank. Maar if you go naar het programma voor 6 oktober, jongsleden, dus vorig week 6 oktober, Door de Bank, inmiddels af zo'n aflevering, volgens mij aflevering 519. En in Gona uitzending voor SD, aflevering 520, daarover praat ik ook. En dat Joëre met dit duidelijk uitleg waarover het gaat. Waarom de samenleving wil weten dat jong Assan Moesbeek openbaar. Waarom gaan ze het niet publiceren? En als er dingen zijn afgesproken wat niet naar buiten kan gaan, dan leg het publiek uit dat ze idee. Kijk, we zijn misschien begripvol dat jong, je moet begeven toe op een gegeven moment om die mannen binnen te halen. Want ik heb vanaf het begin gezegd, vanaf het begin, dat je moet oppassen met multinationals. En vooral, kijk, in het begin hebben hoogwaardigheidsbekleders hun zwakte getoond. En de multinationals zien dat we hebben te maken met misschien een sterk regime, die maar wacht net voor de verkiezingen. En ze weten, men weet van vlak voor een verkiezing is elke regering gauw geneigd om toe te geven. En dat met de man hoor uitdrukken. En daarom hebben ze nu, want die berekent dat de zittende regering wil aan de macht blijven of weer iets aan play, toch? Ja, ja. Dus dat vermoed ik. Maar de vraag is, wat is er allemaal toegegeven aan die multinational. Ja, en als meneer Jagesa stelt van je kan Konami-kantoren, je kan lezen gewoon, dan kan je toch een vergelijking trekken met wat in 2015 is afgesproken en wat het nu ja, is. Ja, maar terecht heb jij iets opmerken gemaakt. Kijk, de man kan je wel fake overrekenen of dat je nog sabi. Waarom die andere man zegt, waarom een fake overrekenen? En daarom verwijs ik jou naar mijn programma. Ik heb diezelfde opmerking gemaakt. Weet je wat ik zei, Ray? Hey. Ik heb toen gezegd, heb de man Karmelik Mediaman. Kom hier, want de man dat Mediaman kan lukken, ga je naar Sani. En nu heb ik begrepen van ja, overeenkomst bestaat uit bijna 124 pagina's. Welke, ik weet het niet, maar ik heb jouw batem voor vrienden, dat ik wil lukken, stand-up, of gaan stand-up en op YouTube, of weet ik veel, op internet, voor Google, lukken hier. Maar dat ding is in het Engels. Ik hoef dat allemaal niet te lezen. Ik hoef niks te weten. Het enige Samuel Sabina Award aanpassing, dat is voor mij belangrijk. Wat is er aangepast? En ik de man Karmi Kolukudapé, ik ben een koe wat dat betreft. Mijn oma, go. Dat ik de man kota stuk die de man tekenen, maar dat ga maar naar koe. Wat ik allemaal zeg. Maar het is niet mijn ding. Is dat mijn sapsapo? Dus ik heb toen gesteld in mijn programma ook. Ik de man Karmi, ik ga gewoon notaris en advocaat. Ik ben gewoon screen als aan die Jimmy. Zijn ze bereid om dat toe te staan? Of zijn wat nu wasabi? Zijn de inasani? Daarover gaat het. Is dat zijn asani? We maken het moeilijker dan het is. Het is zo eenvoudig. Wanneer een staatshoofd zelf zegt, er zijn aanpassingen gepleegd. Brada, daar rijst de vraag. Of vooral jij, Zernan. Isabi, waar is vaker sprake is van malversaties aan corruptie. En zijn er wasabi? Zijn er aanpassing? Precies. Dus iedereen wil weten. Wat zijn die aanpassingen? Daarover gaat het. Meneer Durga, dus eigenlijk speelt dat ding van wie dat getekend heeft, welke regering of wat dan ook. Want dadelijk, wat er gaat Dat is even om het goed samen te vatten. Asana is nou een vervallen product. Op het moment dat er aanpassingen zijn, de Asana basis nou een vervallen product. Ja, dat heb ik berekend. Dat heb ik een nieuw product. Maar bij mij gaat het erom, wat is het verschil met originele? Ja? Ja, dus dat ben ik als je soort bestuur morgen. In feite, de mannen, want misschien mag het dit openbaar gemaakt worden, want dadelijk kun je zeggen, hé, aan vorige regering ben ik wel een heel mooi deal, en nu ja, een deal, die maar verzwakt een deal of wat dan ook. Dat kan, en vlak voor de verkiezingen begrijp ik bepaalde dingen wel, ja. Ja, en even om op in te zoomen, hè, meneer Durga Yunawa, ondernemer in Suriname, ja, verwacht je niet dat je als local content beheerder, want zo mim kario, dat je niet dadelijk, weet ik veel, 5000 rotties per week kan gaan leveren daar offshore?
Luister, nou, laat me één ding zeggen. Dat ding heeft voordelen voor Suriname. Alleen moet ik wel een opmerking maken. En bijna allemaal hij focust op 10 miljard. 10 miljard is niks voor Suriname. Het is niet voor Suriname. Nee, dat we moeten niet. Dus, nee, maar ik hoorde bepaalde, heel veel van die mensen die wel van je interview afnemen. Maar we hebben investeren van 10 miljard. Die 10 miljard moeten we vergeten. Vergeten, even kieskade, want 200-300 miljoen, daar is het veel te veel. Laat niemand je gek maken met 1,2 miljard van die 10 miljard komt ten goede van Suriname. Laat ze uitleggen hoe het ten goede komt. Het is in vergeten wat belangrijk is, en daarbij we worden afgeleid. Het gaat om de inkomsten die gecreëerd gaan worden door die investering van totaal van 10 miljard. Begrijp je? En dat gaat over tientallen miljarden. En het gaat niet over 25, 26 miljard. Het gaat om zeker zo'n 150 tot 200 miljard. En waarom zeg ik dat? Je moet ook natrekken. Men verwacht alleen maar bij in blok 58 6,5 miljard barrels. En aan het idee die maar mee dat bekend. Amerikaanse instanties hebben dat 4 jaar geleden na stond ik in de maandag. Blok 58 is goed voor 6,5 miljard barrels. En wij focussen alleen maar op die 700 miljoen. Is die waar? Wij moeten ons focussen op de inkomsten. En dat is gigantisch. En geloof mij, als je een goed draaiende zaak hebt, straks krijg je een toeloop van mensen hier, arbeiders, toeristen, alles wat van ook komt. Ja, kijk maar naar Trinidad en Guyana, wat hij zich daar heeft afgespeeld. Dus we krijgen gigantische aanwas van mensen hier, van overal uit de wereld gaan mensen zich neerstreken hier in Suriname. Dus economie ook groot. Maar dat nog want dat ik enorm look hoe volk dit trassen zijn. We moeten ervoor waken. Ervoor waken dat wij wel op de samenleving wel gaan profiteren van de olie, offshore, laat ik het zeggen, offshore olie inkomsten. Want 100 jaar goud inkomsten nooit kunnen profiteren. 100 jaar bauxiet inkomsten nooit afvallen kunnen profiteren. Zo'n ontwikkeling kon je naar schaam. Dus als we dit niet goed aanpakken, eindelijk is een verandering gebracht wordt in het hele politiek systeem, dan kunnen we ook naar die miljarden, die honderden miljarden van uit de offshore olie inkomsten kunnen we naar fluiten. Ja, en meneer Jagissa zegt volmondig van de Surinamers moeten voor degelijk bestuur kiezen, maar Amanetak soort bestuur, Amanetak precies, hij noemt het. Nee, maar laat me één ding zeggen, ik heb dat ook gisteren in mijn programma gezegd. Die man heeft gelijk. We moeten voor goed bestuur kiezen. En wanneer je het hebt over goed bestuur, dan ben je er nou bijna alle politieke partijen dat je kinkie moest komen, kinkie voor zang. Kinkie voor zang. Kinkie voor corruptie, want trastel corruptie, want trastel vervoerers, want trastel grondroof. Nee, zelfs dat kinkie moest komen. Kinkie moest komen van heel politiek systeem. Kinkie dat moest komen. Niet kinkie van beleid en kinkie van bestuur. Kinkie van politiek systeem. Ik denk dat we sowieso moeten gaan naar misschien rechtstreeks kiezen van een president of wat dan ook. We moeten kijken naar bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering van onze DNA, parlement, kwaliteitsverbetering van het bestuur van het land en dat soort dingen. Dat is aan dat voor rekening. Oké, okay. Dan ga ik even weer terug reflecteren op die vraag die ik u gesteld heb, meneer Durga. U bent ondernemer. Heeft u het gevoel dat uw belangen behartigd zijn door deze overeenkomst? Ondernemer, hebben ze jou meegenomen in dit verhaal? Dat jij als lokale ondernemer... Nee, maar weet je wat het is? En dat is het probleem. Hè? Wij denken aan ons eigen belang. Is jouw belang behartigd? Mijn belang hoeft niet behartigd te worden. Het landsbelang moet behartigd worden. Daarover gaat het. En ik ben er zeker van. Je kiest wel spin-off effect. En sowieso, if je kiest wel boom bestuurlijk van Jagissa Takasan, een boom ander politiek systeem. Met een echte leider, want dat is het probleem van Suriname. We hebben geen echte leider gehad afgelopen 100 jaar of weet ik veel. 50 jaar onafhankelijkheid of 3 jaar of 4. Maar geen echte leider zei, denk je dat je ja, ontwikkeling moest komen. Elke keer werden leiders omringd door rovers, bandieten. Dat is zo staan dat hij. En als je daar geen verandering aan brengt, dan wil Abbasiem staan. En natuurlijk tegen man begin als hij olie op begin pompen. En niet aan olie op. Ik ben ervan overtuigd dat vanaf volgend jaar aan de issue om in man op biggie streken neer jij naar komt. En wanneer je meer mensen krijgt hier in het land, dan gaat de economie natuurlijk op biggie bloeien. Alleen maar hou ik mijn hart vast, want kijk, het beleid heeft ervoor gezorgd de afgelopen jaren.
Dat en eigenlijk onderwijs, de mannen hoor rekening naar een olieboom. Onderwijs, heer gezondheidssector, naar veiligheid, naar sociale. Dat vind ik wel jammer. Want een vorige directeur voor staatsolie, vanaf het begin, die man heeft gezegd dat hij als onderwijs moest bereiden voor dat hij sociale is. Maar waarschijnlijk heeft men ook niet naar hem geluisterd. Persoonlijk over in een interview. En nogmaals, iets anders ook, van een spin-off komt, maar een spin-off wordt niet goed gemanaged en het komt terecht bij de bevolking van Suriname. Heb je niks aan die spin-off? Ja, precies, maar dat is het. Dus wij moeten voor een systeem gaan, in elk geval voor een systeem gaan, dat je een volle profiteer van Zandatee. Want de inkomsten zullen gigantisch zijn. Ik denk zelf dat Surinamers nog niet genoeg bewust zijn van wat ons is overkomen. En ook de diaspora mensen in Nederland zijn nog niet bewust dat ze zelf in de plaats in Suriname. Kijk, ik heb mijn kinderen ook geleerd van, kinderen, jullie hopen nooit te denken dat Bogota naar buitenland of wat dan ook. De Suriname, min of meer mee, maar over zeg maar 20 jaar, heeft de man bestuur dat kon er boom, dan is het echt werkelijk een soort Dubai, ja. Of de man bestuur dat kon er boom en in 50 precies, jaar, precies, 50 precies, jaar de man of anders is zelfs dat je kiesje dadelijk. Je kiesje dadelijk dat je. Dat, want toen enkele families worden rijker, rijker, rijker en rijker. Wat ik gesteld heb, en je moet nagaan. Boy, het is heel erg interessant, Ray, om het programma door de bank van gisteren ook te volgen. Waarin ik heb aangegeven dat er zo snel mogelijk noodwetten gemaakt moeten worden. Dat alle contracten die nu getekend worden met de overheid en overheidsinstanties en staatsbedrijven en noem maar op, dat ze ook allemaal gescreend moeten worden, desnoods door vervolgingsambtenaren of weet ik veel, alle overeenkomsten. Want ik kan me voorstellen dat, je weet het, hè, in troebel water is het goed vissen. En zo op zo, waarom als ik op naar de slag en gaat, er zal sprake zijn van werkcontracten als we dat niet gaan proberen te voorkomen. Dus ik denk, bij ARCA-programma dat we hier zijn, dat het zou mooi zijn dat er een of ander instituut wordt opgericht, waarin zitting heeft ook het Openbaar Ministerie, dat ze alle en dan ook alle contracten, overeenkomsten met derden gaan screenen. En als achteraf blijkt, wie is de man screenen wat 2 jaar of 3 jaar af achteraf blijkt, dat kwam aan tekenen van een contract dat in het nadeel is van het land, dan moet die persoon vervolgd worden. Ja, maar meneer Doega, dat is het. Meneer Doega, maar het programma, dat is sowieso normaal liter me herkend toe, maar gisteren was ik zelf een paar interviews aan het doen. Maar je stelt iets terecht, ja, je abribeert het, dat zo'n vervolgingsambtenaar, naar een adequate kennis, naar een kader, en naar een wilde, voor onderzoek, dit soort contract dat hij want afvast van mijn volg. Ja, maar dat is het. Afvast van mijn volg, een situatie, vaak onder politiek, economisch, alles aan, als aan het juist wat vrijgevochten boel, maar kan de mis doorvaren, misschien heb ik het mis. Nou, je hebt het mis, maar kijk, een openbaar ministerie kan alleen maar functioneren als je de juiste tools in handen krijgt. En met tools bedoel ik juiste wetten. Wanneer er nu noodwetten worden gemaakt, dat je alle overeenkomsten moeten gescreend worden, waarin zitting hebben deskundigen en ook mensen van het openbaar. Het hangt er vanaf van soort Sanjopot, dat is soort instituut, van je bemanna instituut, voor screen alle contracten, daar heb ik er wel vertrouwen in. Want waar er wil is, is er ook een weg. Okay, want waarom heb ik die opmerking gisteren gemaakt? Waarom heb ik die opmerking gemaakt? Omdat de PG, volgens mij in een jaarrede van de Maikarasan van het Openbaar Ministerie, heeft hij aangegeven dat er toename, dat sprake is van toename van geweld onder jongeren en corruptie. En toen heb ik aangegeven, vooral de corruptie, moeten ze nu al hun tanden laten zien. Hun tanden laten zien van luister eens tot hier en niet verder. En het Hof heeft ook zelf aangegeven dat ze nu al denken dat het misschien tijd is voor een derde kamer, een hogere instantie dan het Hof. En toen heb ik gezegd, van, weet je wat het is? Wat er moet gebeuren in dit land, dat er men vaker moet overgaan tot ambtshalve optreden. En zowel van het Openbaar Ministerie, en ik weet niet of een Hof bevoegd is om ambtshalve op te treden, maar dat zou wel een schrik-effect hebben, ja. Ja, dat is deel 1. En dan deel 2, als we kijken naar een zittend orgaan als het klad. Denkt u dat het klad presteert? Denkt u dat het klad de laatste jaren haar werk gedaan heeft? Als instituut?
Mooi, ik heb laatst, daarom, je moet mijn programma's af en toe volgen, dan kan je wel je troondeskundige daar te bieden. Wat ik je opmerking gemaakt, omdat ik het niet zeg, want ik kijk, het programma is een programma waarin ik nieuws van afgelopen week behandel, wat in de media is verschenen. En Temishi was aan een boom, dus dan ga ik het benadrukken ook, dat van, ja, Sandy is niet klopt. En ik heb ook toen een opmerking gemaakt, omdat er een artikel is verschenen in de krant, dat de overheid, dus deze overheid, heeft in feite bepaalde controleinstituten, of noem maar op, hebben ze uitgeschakeld, waarom volgens mij de controlesystemen hebben ze uitgeschakeld. Dus bepaalde instanties, controlesystemen, nee. Nee, maar zelfs en ik heb het geen enkele programma's benadrukt. En geen enkele ministerie heeft ook een controlerend orgaan, hè, meneer Durga. Dus kijk, met alle respect, ja, we hebben allebei onze eigen... U bent daar ter zake deskundig, u bent in de media. Wij zitten hier, we hebben weer een ander beeld ervan. En samen is het juist prachtig dat wij onze meningen met elkaar kunnen delen, zodat de mensen over het algemeen een breder beeld krijgen, ja toch? Ja, precies, precies. Kijk, als aan voor vindt, ik vind dat de media er toch, die man moet, ze moeten zich vastbijten aan dat ding, van het hele ding van die PSA. Uno moes mekka, asana, nono de gisernang, asana 2 voor 12. Ook dit in een last grip. Ik heb ook iets gezegd, ook al, en ik heb het naar aanleiding gezegd van die aankondiging, dat er een stuk of 30 staatsbedrijven verkocht zullen worden op dat manier draaiboom. Ik heb toen die opmerking gemaakt van, ik weet, want is dat mina mama, zij volgt wereldpolitiek aan, of die idee, ja. Mijn volg, naar bijna, ik had 40 jaar, ik ba. En ik weet dat er in heel veel landen, opkomende landen, vooral derde wereldlanden, men bewust bepaalde bedrijfstakken kapot maakt, en dan wordt het overgenomen door belanghebbenden. De my ticking, zelfs door regeringsgeleerde mensen en van de my referentie en family en dat soort dingen. Dus ik heb gezegd, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik zit gelijk. Ja, oké. Omdat Bishiwa-san kon net mijn plaats zeggen. Ja, dus ik heb toen een opmerking gemaakt. Ik zit gelijk te denken aan Sele. Dat gaat wel aan mijn hart, hè? Precies. Arkiwa Moisani. Ik hoorde de minister die opmerking maken. Als we het misschien niet verkopen, dan moet de staat Sele gaan subsidiëren. Dus met andere woorden, Sele wordt nog niet gesubsidieerd. Want dat is mijn conclusie. Dan zeg ik, maar waarom moet je in godsnaam nu beginnen met Sele? Waarom begin je niet met anderen waar je nu al bezig bent met te subsidiëren? Isabi, en ik heb geruchten, Isabi, ook wel uit van geruchten, maar soms kan het hard zijn, dat jongen men is geïnteresseerd in Sele, omdat aan ons Sele, aan bedrijfsrevie, maar aan locatie, omdat de locatie heel erg strategisch is, of strategisch ligt, vindt koper, eventueel koper, want Broko heerst hier met mijn hotel op. Isabi, en ik ben... Code kring, als er één locatie, je zegt wel op het erotische op dat punt, toch? Ja, maar ik zeg één ding, ik kan het niet waar, Sani, en ik heb het eerder ook al gesteld al, we moeten oppassen dat je ons committeert, en wat heel erg belangrijk is, je kan nooit iemand gaan belasten om zulke zaken af te handelen die zelf belang daarin heeft. Dat kan niet. In elkaar lopen, poespoesie, en lopen meer kiaan staan dan elkaar. En daar gaat het om. Maar dat zijn we toch gewend. Dat zijn we toch gewend in Suriname, met alle respect. Nee, maar met dit kan niet. Omdat, kijk, mensen die daarover gaan, die hebben belangen. En in elkaar staan, want bijvoorbeeld, iemand bij ons aan chip, met broek, bedrijf, dan zeg ik, ja, bedrijf, net draai daarmee bij jou, bedrijf, chip. Dus nostalgisch bekeken, maar Johan Tintori heel kort. Ja, maar mipa bego bij Sarasara voor Sina Silda. Amai reina na pick-up, maar die trekt tot tonen. Dan vakantietijd, dan mes dona bakila met bar. Sarasara, hoe ben ik moniëren? Dankzij ze. Ja, nee, maar kijk, je hoort nu al de geruchten. Of tenminste, aan de geruchten samen. Je hier is zorgen. Code kring, wacht even, LSM, code kring. Maar visie leidt dat wel. Dus mijn man begrijpt dat zo'n bedrijf nog maar dit zelf moet doen. Visie lai, maar waar het om gaat, dadelijk de mij, kijk, de gemeenschap mag zich terecht zorgen, dat ik dadelijk nog maar bij Sarasara. En de demor van asiel, soms zorgen die Sarasara, en de demor van Sintik Sarasara voor Guyana, voor buurlanden, en dat kan gewoon echt niet. Daarover gaat het, terecht maken die mensen zich zorgen. Want kijk, laat ik één ding zeggen, Rie. Het gaat erom van, kijk, waarom, mijn veneren, dat is mijn conclusie, of zorgpunt, waarom ga je net voor, zeg maar 7 maanden voor verkiezingen,
Dan ga je dus staatsbedrijven gewoon verkopen. Waarom? Waarom in godsnaam, man? Ja, maar wacht dat, nog even. Jij kent het antwoord toch? Wacht nog verkiezings... Kijk, je weet dat mijn grootste... even. Mijn grootste wens is dat je een soort nationaal kabinet komt. Toch? Dat je wacht dit op aan dat wat voor haast heb je in godsnaam. Zorg dat de verkiezing... Maar dat kijk je van... Als alle toch dat ogen en loeken op een richting... Dat je een nationaal kabinet komt. Want met alle partijen, grote partijen die een bepaalde visie hebben, kunnen samenwerken. En zo moeten we dat laten. Maar meneer Durga, you sabi, mi sabi, wa man wiki, a man tak, ey wachti, baka fujari mi kondrachta tak a bedrijf nou a verlies laat het bedrijf, ko se repuru. Ja toch, of niet? Maar dat daar heeft het al, maar waarom? Dus ik snap het gewoon in bepaalde zin. Kijk, iedereen weet, wij zijn niet dom. We zijn niet dom, want is dat zo'n mooi wang. Voorzien werd dat altijd, ik maakte altijd die opmerking, van politiek werd altijd bedonderd. Ja, nee, mijn grootouders, mijn ouders zelf werden bedonderd door politiek. Wie volle politiek van de mij creëren hart in een gemeenschap? Voorzien, hè? Oude politiek van de mij creëren hart tussen rassen, ja. Is dat maar echt zo, dus dat heeft zelf voor zijn onafhankelijkheid. Is dat van de mij weer roepen de politieke leider? Je mij creëert haat met dien verstand dat je hoopt dat je de massa jeers me kan draaien. De man stopt stemt op een massa jeers aan. Waardoor ze verzekerd waren van basis aantal zetels. Hm. En dezelfde tendens mee constateer. Baka. En daar maak ik me wel zorgen over. Oké, okay, meneer Durga, ik ben blij dat u dat met me deelt. We gaan het ook in de gaten houden vanaf hier. Maar afsluitend, je thema dus oliecontract. De president heeft zelf aangegeven... Er zijn aanpassingen gemaakt. Er zijn aanpassingen gemaakt. Dat heeft de president zelf aangegeven. Ga maar luisteren naar het laatste gedeelte van het programma The Talk op YouTube. Met mijn reclame. Ik vond het alleen maar jammer. Dat ik een interviewer. Maar nog actie aan presidenten. Wat zijn de aanpassingen? Oh, zijn er aanpassingen gepleegd? Oh, luister eens. Wat zijn dan de aanpassingen? Ja, maar kan en dat baart de gemeenschap hier zorgen. Kan er allemaal bij vader zijn die tien zaken opzet? Ik vind, ja... We zullen laten we uit. Maar hier weet je soms niet van wie is. Hey. Asajara, op een gegeven moment, je denkt, is dat anders. Zomaar de mijkaar bepaalde, maar jouw mijn vrienden zijn er. Soms denk je van, hey, Amand is de... Want jij maakte die opmerking vandaag. Hey, meneer, dat ik draai 360 graden. Nee, niet 360 graden. Je hebt het verkeerd gezegd. Ik weet dat ik draai 180 graden. Atrarichting. Dat is dat, ja, maar 360. Want 360 graden, want dat kan makkelijk dat zelf de standpunt samen bij Abi. Maar die tak 180 graden, dat wordt gewoon trarichting plus. Begrijp je? En op een gegeven moment... Mijn bedoeling van de filosofie is dat ik draai 360 graden. Dat wordt ik mijn last passie, minus absurd, zo zie je. Oh, dat is je bedoeling. Dus nogmaals, ik weet niet, misschien... Nee, Thiago. Ja. Misschien was de goede man niet op de hoogte dat er aanpassingen zijn gepleegd, hoor. Maar dan zou ik hem zelf verwijzen naar hetzelfde programma wat ik net heb gezegd. Van Gogo Arkisani, dat is de president, dat is Takasani. Oké. Okay. Dat zijn aanpassingen gepleegd. Anomietaking. Iedereen gaat zich zorgen maken. En terecht maakt men zich zorgen gezien de ontwikkelingen dat zich hebben voorgedaan in Guyana. En je weet niet wat er in het contract is afgesproken. Ja. Isabi, contract is één keer getekend, dat is bullshit. Want ik kan altijd achteraf of tussendoor kan je contracten in wederzijdse toestemming. Ik kan veranderen contract. Ik kan alle partijen dat je veranderen, maar je veranderen contract. Zo simpel is het. En as we speak, op dit moment, minister voor Buitenlandse Zaken, en al heer team voor staatsolie, de maat dat ga je dan over onderhandelen over een gasleiding. Dus meneer begrijpt als aan. Maar misschien is het wel goed, hoor. Misschien is het een goede zaak. Het kan altijd een goede zaak zijn, maar alles valt en staat met goed beleid. Nee, nou, niet alleen met goed beleid, maar transparantie. Hoor aan volk op de hoogte. Zij je go doen. Want wie leest als aan toe? Dat hij gaat over visvergunningen praten. En u sabit. Loopt je over 150 visvergunningen. En als je het goed weet, als je het goed gevolgd hebt. U sabit sinds aan exploitatie. Begin dat bij naar Guyana. Voor olie-exploitatie dat bij naar Guyana. De visserij dat bij klaar is.
Dus dat de man weken uit naar Surinaamse kust. Ja. En nu tegen de man begint zijn olie, ja, dat we ook een beetje probleem ook toe. Wat gaan we dan doen? Gaan we al die vergunningen geven aan die buitenlanders? Nee, meneer Durga, we moeten wel eerlijk zijn. Suriname op de vergunning en de majore die de guy is. Kon opleggen. Precies. Dat kan je dan ook. Moet je wat zien, Tori, dat toch? Moet je wat mooi zijn. Ik heb het gisteren ook. Maar even, Arka programma is heel erg interessant. Moet Arka zeker. Heel erg interessant. Ja. Hier dan ook. Moet je wat mooi, Tori, toch? Je takkie takkie om de maïkisa vergunning dat de maïure die traman. Het is net als hier in Suriname, toch? Jaar in, jaar uit. Ja? Alle regeringen hebben zich daaraan schuldig gemaakt. Alle regeringen. Je hier eigenlijk orden aan goudsector. Goudsector. En wat doen ze? Ze gaan orden achter de kleine man aan. Hier dan ook. Nee. De mijn open organisatie, goudordeningssector, ordening OGS, ordening goudsector. Wat is er? Die kleine man die daar goud aan zoeken, die moet voorzien worden van pasjes en noem maar op. Alle soort zanden mij creëren. Maar je moet eens logisch nadenken. Even denken aan dat ooit. Even jongen, zoek we alle dit team. Bijna 40.000 voor de man die naar Boezie, jongen, achterhaal dit team. 70 dozen. En wat je moet doen, en dat Asandat met dat bijna 10 jaar is in mijn programma bestaan met dat Asandat. Je moet niet achter die kleine man aangaan. Je moet gaan achter die concessiehouder. Die concessiehouder die krijgt bijna 100 of 1000 hectare aan mijn kiesje grond. Goudconcessies. Weet je wat die goudconcessiehouders doen? De majuro de goudconcessie die tratraman. De mij make you go to go to dat bij in een goudconcessie. Dat je een paar concessiehouders in go to in paar man. In go leveren in go to. Dan zeg ik, de regering moet niet achter die kleine man aangaan. Je go achter een big man. Dan de kans aan toch de premia van bedrijf en belastingdienst. De amane go naar Rokoman. Meneer Durga, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. De Witman Media Gonasaranang, die brief aan 2 jaar geleden, ze hebben in de kaart gebracht. Ze hebben al die 10, 12 namen op een rij gezet. Wie volgt aan het programma dat die. Maar nog steeds hoor ik niemand erover praten dat ik hier het, ja. We hebben ook een goudconcessie houden, maar hier het ja. Maar hier het de Nento, dat je zelf kan. Ja, maar hier een concessiehouder is een concessiehouder het doen. Maar ik kan goed in goud doen, ik kan veel goud doen, maar dat jou zo mijn grang in liever in. Waarom kan bijvoorbeeld de staat zelf zeggen van, luister concessiehouder, je want 1000 hectare. Oké, voor elke hectare moet je mij bijvoorbeeld op jaarbasis je maar 100 gram goud doen. Ik heb 100 gram goud. Dat is dat 1000 hectare. Nu kunnen 1000 hectare. Dat je zegt dat je bijna 100 kilo goud hebt. 100 kilo goud hebt op 1000 hectare. Wat ga je dan krijgen? Een concessiehouder. Dat ik niet aan mijn verdien zo min. Dat ik die concessie terug. Dat ik die zijn hoor. Dat zij kan verdienen. Maar wat krijg je dan? Dat een concessiehouder moest lukken van mijn bewaking concessie. Lanti naar Vlom Bagaretti, mamoro. Eklari. Dan weet ik dat Lanti, ik is jaarlijks zeker, want kan de man koud dat kwam aan 10.000 kilo goud. Ja, ja. Dat is ook wel 10.000, maar 5.000 kilo goud. Want alleen in Suriname hebben ze een systeem waarbij het land zit vol goud, dat de man exporteert alle goud, dat de man tegen Dala voor dekken munt. Terwijl overal ter wereld wordt goud gebruikt als dekking voor een munt. Alleen Jadema Sena goed. Dat is mijn tjadala, waardoor allerlei kiezen, alle soort devaluaties en alle soort zand dat je kiest. En dan koppelen we ons gewoon SRD aan de opleiding, we ons SRD gewoon aan goud te koppelen. En daarom... Zo goed dat ik alle concessie houden. En daarom, Miwa sluit af naar, als jij dit allemaal al weet, hè, meneer Durga, ik bereken dat de Mogobun om naar Olimoni. Afsluiting? Nee, maar dat baart mij zorgen, omdat de huidige president. Betaki voor Sabia Kona's toer. Ja, we komen ook toe. Dat betaki van. Wij lopen $500 miljoen mis uit de goudsector. En tot de dag van vandaag is men niet in staat geweest om die 500
miljoen dollar uit de goudsector te gaan halen. Dus daarom heb ik geen geloof in de oliesector, Sanier Metallier. En daarom zeg ik van er moet een change komen van politiek. Bedrijven hier in het land, een heel politiek systeem. Anders kunnen we fluiten naar de inkomsten uit olie en gas. Ik ga daarmee afsluiten, meneer Durga. We stellen vast, het is 2:12 en we moeten het in de gaten blijven houden. Je zou me 5 minuten maar interviewen. Maar, 5 minuten tijd geef me maar erop, als ik maar een half uur. Maar je vriendelijk, wat collaboreert ook. Maar ik weet wel, mijn vriend, ik adviseer alle die luisteraars. Ik zou ook zeggen, luister dichtheid of kijk dichtheid. Van Johan Karing, Tapsani, want wat is er door de bank? Hele, dus de hele wereld, waar de Surinamers zijn, luisteren naar Stavaste. Oké, dan moet ik de hele wereld oproepen om ook te gaan luisteren en te kijken naar Door de Bank op YouTube. Voorlopig zijn we niet op Facebook. Dan gaan we hier 22.000 volgers hebben ze mij eruit gegooid. Gewoon, dus Sapsuma doe Sapsa. Dus voorlopig ben ik niet op Facebook, maar ik ben wel op YouTube onder de naam Door de Bank. En als je in Suriname bent, dan ben ik elke zondag om 12 uur. Het is elke zondag om 12 uur dan op live te volgen op Sangeet Mala televisiekanaal 26.1. Dank je wel, meneer Durga. We gaan het volgen en we volgen elkaar. En we houden elkaar op de hoogte. Yes? Bless you. Thank you. Hoi. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl. De RVM. En daar wordt het goedgekeurd. Al deze overeenkomsten. Die zijn al 15 jaar geleden goedgekeurd. En wat voor overeenkomsten zijn dat? Exploratieovereenkomst. En in die overeenkomst staat namelijk hoe je gaat exploreren, wat is die samenwerking. In dit geval van blok 58 werkt Total Energy met een ander bedrijf samen. 50-50%, dat is de Apache, Appa de Maikaring, het is een Amerikaans bedrijf. Maar in het hele blok 58 zijn er meerdere plaatsen, Isabdening, Krabdago en al die soort geweldige namen. Daar bij elke plaats waar er geboord wordt, in een blok, daar heeft Staatsolie allemaal 20% aandelen. En die 20% aandelen, dat geldt voor alle andere overeenkomsten. En in die overeenkomst staat precies in detail wat de regels zijn van exploratie. Maar staat ook erin, als door die exploratie er zoveel informatie gevonden wordt, dat het bedrijf overgaat tot exploitatie, dat wordt echt, die mogen drillen over tjara oliekatapsi, dan zijn deze regels allemaal van toepassing. En die regels zijn allemaal van tevoren afgesproken. Maar wat er wel afgesproken wordt, omdat je zoveel jaren bezig bent met exploratie. Wat houdt het in? Boren, testen, laboratorium, sap en agron, ome gasjabi, ome oliejabi, soort oliejabdape, o dipi adde, o bigi adde, ome reservoirade. En uiteindelijk kan een bedrijf zeggen, ja, ik heb x hoeveelheid gevonden. En die x hoeveelheid gaat mij 10 miljard opleveren. Maar mijn investering is ook 10 miljard. Dus voor mij heeft het geen zin. Ja. Begrijp je? Men gaat zeggen, het is economisch niet winbaar om daar te gaan exploiteren. Trasandina FID, want en Amasa zijn mijn abberig, die is dan 100, min of twijfel. Een contract voor blok 58 is in juni 2015 getekend. Dus eigenlijk, ik denk dat Adin bij de vice-president, maar ik in de stukken ving. Informatie de, want als hij vice-president zang bij de vice-president toen, die nu parlementariër is, Taki. Geheime zijn de ina FID, concreet is de vraag. Trasan de ina FID, zijn no de ina contract? Nee, kijk. Je moet ook rekening houden namelijk dat er wel verschillen zouden kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld, stel je voor 15 jaar geleden, in Mekwang contract dat, hè, en die kon overeen voor prijs X, voor wat betreft de olieprijs. Wat gangbaar is op de internationale markt. En na 15 jaar is het 5x geworden. De prijs verandert. Dus er zijn dingen die onderhevig zijn aan veranderingen, aan fluctuaties. Inderdaad, die dingen moet je gaan aanpassen.